Ik heb mezelf laatst een cadeautje gegeven. Wij zijn op dit moment ons huis aan het verbouwen en ik dacht, een cursus houtbewerken online, dat is handig. Kostte €95, super interessant onderwerp. Ik heb hem na 5 lessen afgezet. Wat een saaie presentator. Hi, ik ben Bart van Leermij.com, waar we je beter leren presenteren voor camera. En in deze video ga ik je 4 vliegensvlugge tips geven over hoe jij je cursus wel spannend kunt presenteren. Tip 1. Praat tegen de lens alsof het je beste makker is. En kijk dan ook echt in die lens, niet ernaast. Dat komt ongelooflijk ongeïnteresseerd over. Durf ook lekker amicaal te zijn. Is leuk om naar te kijken. Tip 2. Geef energie. In die cursus waar ik het over had. Man, wat was dat saai. Heel monotoon werd er gepraat. En hij liep heel rustig naar zijn werkbankje toe met zijn Ik was weg. Kom op. Schud jezelf even los voordat die camera aangaat. Maak jezelf klaar. Ietsje meer dan dat je van jezelf gewend bent. Echt. Dat komt beter over op camera. En lukt het je nou niet om energie te geven als je zit? Ga dan staan. Maakt het uit. En nog één dingetje. Praat gewoon op dezelfde snelheid als dat je dat doet tegen je beste makker of je vriendinnetje of je vriend. Tip 3. Ongelooflijk belangrijke tip, misschien wel de allerbelangrijkste van vandaag. Zorg voor een doel tijdens je presentatie. Als je geen doel hebt en maar een beetje gaat babbelen, wat heeft dat dan voor nut? Nee, bedenk je, waarom maak je deze video? Wil je dat mensen iets gaan onthouden? Wil je dat ze iets gaan doen? Of gewoon puur entertainen, dat kan natuurlijk ook. Ga met deze mindset, met dat doel al die presentatie in. Dan wordt die echt vele malen krachtiger van. En tip 4, zorg voor een beetje luchtigheid. Man, wat zijn die online trainingen vaak serieus. Het leven is al serieus genoeg. Maak af en toe een geintje. Laat de foute takes er lekker in staan. Word je wat luchtiger van, word je meer mens van. En dan zal je zien dat mensen ook de laatste les van je nog zullen bekijken. En dan ben ik heel erg benieuwd. Heb jij wel eens eerder een online training gepresenteerd? Zet het even hieronder in de comments en laat dan ook even weten wat je er lastig aan vond. Zo, dat was hem. Vond je dit interessant? Abonneer je dan op dit kanaal. Like deze video, dat is ongelooflijk goed voor het algoritme. Helpt ons weer om elke week gewoon weer een nieuwe video online te zetten. En dan zie ik jou in de volgende. Hoi!